Goedemorgen. De mensen die mij goed kennen, die weten dat ik van lekker eten hou. En lekker eten gaat vaak gepaard met knoflook. Vandaag is de Internationale Knoflookdag. Internationale Knoflookdag. Laten we maar eens knoflook tekenen. Ja, je kan het maar kunnen, hè? Je kan het maar kunnen. We gaan vandaag knoflook tekenen. Doen we mee? Zo, nou, alle paaseieren op. Het is weer tijd voor iets anders. En het is vandaag knoflookdag. Ja, hoe verzin je het? Ik verzin het niet. Zo net na de Pasen, knoflookdag. Maar ja, hoe ziet knoflook er nou precies uit? Hè? Hoe teken je nou knoflook? Laten we dat gewoon samen eens eventjes gaan tekenen. Knoflook. Ja, meestal zie je dat bijvoorbeeld, hè, knoflook schijnt te helpen bijvoorbeeld tegen vampieren en Dracula. En dan zie je ze vaak in zo'n streng knoflook. Nou ja, dan laten we dat dan maar eens tekenen, zo'n streng knoflook. Nou, die bolletjes knoflook, zo. En die zitten dan allemaal bij elkaar. Ja, het is nog niet zo makkelijk, hè, zo'n knoflook tekenen. Het zijn allemaal een soort kleine pompoenetjes lijken het wel. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zo. Hangt het hier zo op. Zo'n beetje aan elkaar. En zit hier nog een lintje, een touwtje omheen. Zo. Nou. Een streng knoflook. Ik vind het best een streng knoflook lijken. Ja, knoflook kan je ook nog zo tekenen. Dan is het hier een beetje verdroogd zo. Ja. Zo. Een knoflookteentje. Zo. Ja, ik denk dat we het zo wel een beetje hebben, de knoflook. Ja, ik vind het het lekkerste gewoon in het eten, die knoflook. En in plaats van zo getekend. Ik zou zeggen, tot morgen in de volgende video.